En welkom terug in de studio. Nou, mijn twee gasten zijn inmiddels ook al aangeschoven. Ik heb dus in de studio Marleen Stoffelen, communicatieofficier van WWF Guyana's. En Janine Sommerhartu, en zij is de quality controller officer. En zij zijn hier in verband met de driedaagse Green Awareness Expo. Welkom dames. Dankjewel. Welkom, welkom. Ik zal dus beginnen bij Janine. Nou Janine, jullie zullen dus een driedaagse Awareness Expo organiseren. Ja. Wat houdt die allemaal in? Oké, de Terraarlijke Green Awareness Expo is dus een beurs, een driedaagse beurs, waarbij we samen met andere Surinaamse bedrijven de gemeenschap meer gaan vertellen over de duurzaamheidsinitiatieven die wij ondernemen. En ik zeg opzettelijk Surinaamse bedrijven, omdat we dus dit jaar iets groter uitpakken. We staan er dus niet alleen, we staan met nog 14 andere bedrijven op de expo. En we willen dus meer bewustwording creëren omtrent duurzaamheid. Hoe ga je veilig om met je afval? Hoe ga je zuinig om met je milieu? En alles wat dus te maken heeft met sustainability. En de bedrijven die aanwezig zullen zijn op de expo hebben allemaal affiniteit met het behouden van het schoon milieu. Ja, zij hebben dus duurzaamheid meegenomen in hun bedrijfsvoering en in die hoedanigheid staan ze ook op de expo. Nou, en kom ik even naar Marleen. Wat is jouw bijdrage hieraan? Of te zijn als WWF Guyana's? Ja, dus wij hebben een samenwerking omdat de afsluiter van van de Green Awareness Expo, georganiseerd door Torarica, is het Earth Hour Event. En dat wordt elk jaar georganiseerd door WWF en dit jaar is Torarica daar de partner van. Het is wel zo dat bij de expo die morgen dus al begint, WWF Guyana's ook een stand zal hebben. Dus wij zijn ook aanwezig op het expo event, alle drie de dagen. En dan zaterdag vanaf 5 uur is echt het Earth Hour event. De opening is morgen in Torarica. Ja, in de Banquet Hall van Torarica Resort op 21 en 22 maart starten we om 9 uur 's morgens. En we zijn er tot 6:30 's avonds. En op zaterdag 23 maart starten we om 12 uur 's middags. En we zijn er dan om 8 uur 's avonds. Want nadien verhuizen we dan naar de pier voor het Lights of Event. Mooi. En voor waar het idee om zo'n concept tot werkelijkheid te brengen? Oké, Torarica heeft een duurzaamheidskeurmerk. We zijn sinds 2019 Green Tea gecertificeerd. Dus sowieso hebben wij duurzaamheid al meegenomen in onze bedrijfsvoering. En we hebben dus gemerkt dat we heel veel doen aan groene initiatieven, maar het komt nog te weinig tot uiting. En toen hebben we gedacht van oké, weet je, laten we een beurs organiseren, een expo, waarbij we niet alleen, maar eigenlijk met onze partners, de gemeenschap meer informeren over wat we allemaal doen om groen te ondernemen. En het is vorig jaar gestart, het idee is dus vorig jaar gestart. En hebben we dus aan de eerste editie georganiseerd van de expo, toen was het 2 dagen. Ja. En toen hebben we gemeend om het dit jaar groter uit te pakken. En hebben we er dus 3 dagen van gemaakt met meerdere bedrijven. Een mooie partnerschap met WWF Guyana's. En dan zijn we er dus 3 dagen in de Banquet Hall. Dat is geweldig. Ja. Kom ik dan weer even bij jou, mevrouw Stoffelen. WWF Guyana's staat bekend om het behouden van de natuur. Ja. Waarom hebben we dus besloten om ook samen te werken met Torarica? Dus we hebben vorig jaar hebben wij eigenlijk ook al een samenwerking gehad tijdens Earth Hour met Torarica. Toen was de Torarica Groep een van de hoofdsponsoren. En ook wij waren toen verrast eigenlijk over hoeveel duurzaamheidsinitiatieven zij toen konden presenteren. En toen was de Green Awareness Expo daarna. Het was in mei, dacht ik, hè? Dus toen ben ik ook weer gegaan nadat we al die samenwerking hadden. En heb ik gezien, oh wat een leuk initiatief. Nou, iets later in het jaar belde Janine mij en zei, zullen we onze krachten gaan bundelen? Want wij hebben de expo, jullie hebben Earth Hour, we kunnen het ook samen laten vallen in hetzelfde weekend. Ja, dat was natuurlijk gelijk een heel goed idee, dus we versterken elkaar wat dat betreft. Dus de expo wordt groter en inhoudelijk nog sterker dan vorig jaar. En ook het Earth Hour event, wat vorig jaar al echt fantastisch was, wordt dit jaar weer bijzonder. Extravaganter, leuker. Ja, nou, extravaganter. Kijk, je wil niet kopiëren, hè? Ja. Je wil weer iets nieuws iets neerzetten. Nieuws. Ja. Dus dat wordt het ook. En we kunnen ook niet alles verklappen, maar dit jaar wordt het dus wel op de pier bij Torarica, dankzij deze samenwerking. Ja. Dat is geweldig. En ik heb ook begrepen dat de exposanten allemaal ook interactief bezig zullen zijn met het publiek. Ja, onze expo heeft een educatief karakter. Dus we hebben scholen uitgenodigd voor donderdag en vrijdag aanstaande. En we hebben
opzettelijk gekozen voor scholen van verschillende districten. Omdat we van mening zijn dat het wordt al gehouden in Paramaribo, dus je wilt wel zoveel mogelijk de overige districten erbij betrekken. Dus er zijn scholen uitgenodigd en het is de bedoeling dat de exposanten, dus de exhibitors, niet met flyers, want dit is natuurlijk weer papier, of niet gewoon met een video die je gewoon op een televisie kan afspelen, maar echt een beetje interactief. Hun duurzaamheidsinitiatieven vertellen aan de leerlingen. Dus die interactie was wel vereist. Dan kom ik dan even bij jou. Er zijn dus een taal van activiteiten die jullie zullen ontplooien. Kan je even daarop ingaan? Ja, dus de Earth Hour activiteiten op zaterdag beginnen vanaf 5:00 PM. En dat concentreert zich op de pier bij Torarica. Dan begint om 5:00 de speurtocht. Ik moet helaas zeggen, ik krijg de hele dag appjes en telefoontjes. De registratie voor de speurtocht is gesloten. Alle plekken zijn vol. Maar kom vooral. En kom vooral toch vroeg. Want er zijn zoveel activiteiten waar juist om 5:00 dan extra ruimte voor is. Dus juist alle workshops die er zijn. Hè, bananenvezelvlechten, yoga, de voorleeshoek, snake patrol. Alles gaat om 5:00 nog een beetje rustig zijn. Dus kom op tijd. En dan gaan we om 8:00 hebben we het Lights Off event. Dan zijn er wat speeches. 8:30 gaan we natuurlijk het licht uitmaken. En dan start er een hele spannende show met kindertheater. Dus niemand moet naar huis gaan. Het wordt ontzettend leuk. We gaan het vieren. Leuk, leerzaam en iedereen gaat met een positieve boodschap over onze groene toekomst weer naar huis. Mooi. Zullen de bezoekers ergens moeten registreren of is het geheel gratis? Nee, voor de activiteiten op de pier die dag, dat is geheel gratis. Iedereen mag gewoon komen. Vanaf 5:00 start dat dus. En ook de show, dus het theater om 8:30, is volledig gratis. Ja, maar kom dus wel op tijd, want er is heel veel te zien. Nou, het is de bedoeling, dus natuurlijk de scholen zijn onze eerste doelgroepen, de scholieren. Maar de beurs is overigens wel toegankelijk voor ieder. Entree is natuurlijk ook vrij, is gratis. En het is de bedoeling dat je dus de beurs bezoekt, je laat informeren, maar vooral inspireren over verschillende duurzaamheids- en activiteiten. En dat je dus meegaat met een bagage aan groene initiatieven, wat jij als groep, maar ook als individu zelf kan doen. Ja. Een bekendgemaakte datum, het is een driedaagse evenement. Yes. Dus 20. 21, 22 en 23 maart in de Banquet Hall van Torarica Resort. 21 en 22 maart is het geopend van 9:00 AM tot 6:30 PM. En 23 maart sluiten we af met het Earth Hour event. Dan staan we er van 12:00 PM tot 8:00 PM. Dat is geweldig. Kom ik even bij jou, Madé. Heb je wel gemerkt dat de bedrijven wel meer betrokken voelen of betrekken bij het behouden van hun omgeving of de natuur? Ja, we zijn weer overdonderd eigenlijk door sponsorpartnerschappen. Zowel financieel als qua organisatie, in-kind sponsoringen. We zien dat het bedrijfsleven heel erg bezig is met die duurzaamheid. Hè? De SDGs kennen we allemaal. Ja. Dus wat dat betreft, ja super, was dat niet heel moeilijk om bedrijven te binden aan dit doel. En we hopen ook, en dat is ook iets belangrijks, dat die bedrijven dit allemaal, dit evenement, ook weer doorgeven aan hun medewerkers. Dat die medewerkers, en daarom is die zaterdag zo leuk, die kunnen komen met hun gezinnen. En die geven het weer door aan huis. Dus dat trickle-down effect eigenlijk, dat is heel belangrijk. Wat ik ook nog wil aanhalen, we hebben al vanaf het begin van de Earth Hour campagne, dat was al vanaf 1 februari, roepen we op aan mensen om iets positiefs te doen voor de aarde. Give an hour for Earth. En inmiddels staat de urenteller, ik heb net gecheckt, op 4600 zoveel uren. Dus we gaan al dicht richting die 5000 uren. Die uren kunnen worden geregistreerd via earthhoursuriname.com. En bedrijven hebben dat gedaan, maar ook individuen hebben dat gedaan. En het is ook zo dat een bezoek aan de expo vanaf morgen gaat dus ook meetellen als Give an Hour for Earth. Dus participanten, deelnemers van de expo, bezoekers kunnen dat uurtje registreren via earthhoursuriname.com. En ook de mensen die de Earth Hour activiteiten zaterdag bezoeken, kunnen hun uurtjes dus weer registreren. Dus samen kunnen we die urenteller nog veel meer laten optellen. Dat is geweldig. En voor de kijkers thuis, hoe zouden zij kunnen bijdragen aan Earth Hour? Ja, dus Earth Hour is meer geworden dan een uur het licht uitdoen. Het is natuurlijk leuk als je zaterdag tussen 9:30 en 9:30 PM 's avonds thuis het licht uitdoet. Dat is leuk, dat is heel mooi, dan doe je mee. Dat is een moment van bezinning.
Maar je kunt dus ook zeggen, hey, ik ga van tevoren kijken wat ik voor plastic afval in huis heb en ik ga het naar een recyclebak brengen. Of je wil nog even connecten met de natuur en je gaat een wandeling ergens maken, bijvoorbeeld bij Paperpot. Of hoe vaak praat je met je vrienden over klimaatverandering? Eigenlijk nooit, weet je, doe dat een keer een uurtje. Dat soort dingen zou je allemaal ook thuis kunnen doen. Dat is geweldig. Hoe wat de kijkers het meenemen en wat meedoen en hoe kunnen we bijdragen aan de Earth Hour. Yes. Kom ik even bij jou, Janine. Yes. We horen vrij kort, want we dus even aan de tijd gewonnen zijn. Ja. Is er nog iets wat je zou willen vermelden over de Green Awareness Expo? Nou, in principe heeft Marlene het zojuist verteld, want dat is ik nog even vergeten. Elke bezoeker die dus de expo bezoekt in de bankethal van Torarica Resort, heeft de mogelijkheid om ter plekke gelijk zijn of haar uurtje te banken. We noemen het de Hour Bank. Ja. Dus er is de mogelijkheid om, als je dus de expo hebt bezocht, je hebt je laten informeren over alle groene initiatieven, dan heb je dus de gelegenheid om ter plekke je uurtje te banken. En daar heb jij dus ook bijgedragen om een uur terug te geven aan de aarde. Mooi. Ja. En tenslotte moet ik je dus vragen, als je dus de kijkers in de camera zou kunnen oproepen om de Green Awareness Expo te bezoeken. Oké, van hieruit dan wil ik de kijkers en de luisteraars van ABC massaal uitnodigen om een bezoekje te brengen aan de Torarica Green Awareness Expo. Die wordt gehouden in de Bankett Hall van 21 tot en met 23 maart. De toegang is vrij en je kan dus zowel als individu, als groep, als bedrijf, als school de beurs bezoeken. Bezoek de beurs, laat je informeren, laat je inspireren en vergeet vooral niet om je uurtje dan te registreren die we teruggeven aan de aarde. Dankjewel. En zo heb je dus mogen luisteren naar deze twee geweldige dames en zij waren dus in de studio om meer te vertellen over de Green Awareness Expo die op 21 tot en met 23 gehouden zal worden in de bouwhof van Torarica. Dus heb je interesse? Bankethal. Bankethal van Torarica, dankjewel voor de correctie. Gehouden zal worden, heb je interesse, dus het sowieso de Bankethal van Torarica. Maar we zijn er hiermee ook aan het eind gekomen van Magazine 4. Heb je die gemist? Kun je die altijd terugvolgen op de YouTube-pagina van ABC Radio en Televisie. Mijn naam is Claudio Draaipas en tot morgen.